die op de huur te willen leven. Ja, alles wat in een horst gebeurt, daar moeten de hallo leiden en door de Rijn ook rusten. Maar dan werd het nog lang niet allemaal. Het ganse verhaal en nog veel meer, dat huurde pas aan de stamtafel. We nemen ook nou mee naar de stamtafel van Café de Schetsboek. Hoe intussen werd wel aan het tienerste dier. Wat huurig gedrukt, mijn zoon zegt niet. Jan-Jan moet ik ons even duchtig aan de hoeren wassen. Niet, erg goed net. Ik ben ze een monopolie aan het bieren. Hoogste monopolie, dat is keischon. Ze voelen zich hier aan burgemeester van hun eigen straat. Ah, nou kijk toch eens voor mij of ik hem. De ganse Vekenstraat bieren. Ze kunt geen hond. Een lekker bagerrehond, maar wel vreemde vogels. Zegt dat hult die wel hier van de straat, mevrouw Goorte. Dat schot het hoogste monopolie. Ik ben wel beneden of ze jouw straten naar vrouwen hebben genoemd. Ja, ziet dat er amper straten naar vrouwen zijn genoemd, wa? Heren Hoorst, dat heb ik ook laatst ergens gelezen. En het Dijkstraatje daar, mevrouw Dijks, stelt u dat op mij? Oh ja. Nee. Je woont in het kubbenpetje, Lassie. Verrek, ja. Ik hoop dat ik direct de wegen nog moest krijgen. Ja, dat mag ik hopen, ja. Zeg, luister maar achter elke grote kerel stiert een sterke vrouw. Dat werd iedereen. Waarom krijg je die dan geen strootname? Die zie ik net zo belangrijk, hoor. Je hebt geliegers, man. Tuurlijk heb ik geliegers. Waarom duurpen we het Wilhelminaplein, net hem, tot het helemaal naar het plein? Ja. Ja, lamme, de hele petje de slangen en de brok al. Dus dit heeft ook echt niks te neuren. Ach ja, die Jan Lamme, weg. Ja. Dat is dat doorlopen stratje, hoor.
Maar daar kan je niks aan doen, hè? Ja. Zeg, met liet mee wat slumpen. Als die Helma niet achter Jan stiert, maar dat Jan Vocht achter die Helma op de fiets zit. Het scheelde een gas ongelukken. Ik zit in de vallen, hè? Maar nah, dit is zuinig. Eerlijk hoor. Bij Jan heeft de eerste kerncentrale van Horst in Hof gebouwd. Dan liep met zijn fietsen al nooit wat uit. Ja, maar bij Jan is Vocht ook al 70, hoor. Al gekker. Hé, hier stond mijn schoot. Is even kieken. Een hotel op de Vinkestraat. Dat wil deugd ik betalen. Kom op, joh. Ja, joh, sorry, ik heb geen geld meer. Staat? Ja. Ik heb toen net een muntje gegeven, hè. Van monopoly geld. Wat is dat? Dat hoor hij. Ja, net te laat. Ik schijn op mijn hoed. Stom spel. Verschrikkelijk. Schijn op mijn maskie. Zeg, Lassie, ik ga even betalen, man. Eens, hè, Groene. Zeg, Lucille, maar als hij goed schijnt, mag ik misschien wel mee, of nee? Ja, zeker. Oh, gezellig. Is het geld? Van boter is er nog een pilsje. Ja, dat is wel. Oh, Tommy. Oh, ben je er weer? Goedendag, ik weet niet helemaal dat mijn druk werd vandaag. Zo zegt dit wel jouw truwe in de buurt. Maar goed, dat geeft vandaag nimmer de moed erop. Nee, gelukkig niet meer. Maar kerel, laat me toch eens kijken. Wat hebben we schone jas aan? Is het nee? Ja, schoon wat. Prachtig. Wie? Is de jas voor verkeersleer? Ik geef me door een stomme t-shirt, man. Het heeft geen lange verstand verder, hè? Ja, dat vind ik toch zo, hè, dat dat verkeersleer is. Hoezo dat, hè? Ja, ze hebben de kop er al laten zitten. Wat hebben we verdienen? Keur toch, meneer zo, geloof. Wie moet op het weer nog een luide kieps op tussen de veertjes? Anders verkennen ze die collega's hun zin. Dan zit hij onder een legpilsje. Als man geen wat gooien, als geen mij wil dan wat je opletten. Kom op, gooien. Oh, rustig, pakkelke. Oh, een danskaart. Oh, hoes aan de rietbos, die dan weg onder water. Betaalt 200 euro voor deze hand, zeg, trom er naartoe. Als je uit de rietbos, de drink of de kolik hoent, met zo'n strootname, vroeg het door een wateroverlast. Hé, hey, maar ze hebben de kans voor anders, man. We verdienen in Horst wel veel prijzen, maar in Polonus, kies voor hoe je het in ieder geval gekregen. Maar ik weet niet eens wat ik ervan moet vingen. In godsnaam. En de Polonus. Is dat wat ik denk dat het is? Dat denk ik niet. Ja, ik wil er ook niet last zien, maar gans hoog is er blij mee, zonder dat iemand eigenlijk precies wat het vuur stelt. Och Jan, Jan, misschien is dat een poos voor spijs. De vuil meldt in ieder geval. Maar van een andere kant, het kan net zo goed wat anders zien. Zeg, jullie hadden het wel net over de jas, hè? Van wie er waren jullie zo gestuurd? Maar wat vinden jullie van mijn neef Vies? Zo. Die had ik mee aangeschaft, want we kregen nergens een blis. Zeg me hier wat, bij de winkels. En ik moet ergens mijn boodschappen in doen. Ja, maar Mona, daar kunnen er toevallig meer dan voor boodschappen in, vrouw. Dat zeg ik hier nou fout. Dit is heel speciaal leer. Ja, vul er maar eens, hè. Kun bekend vuur?
Als ik die zachtjes over vrief, hè, dan wordt die tas groter. Maar dan heb je een tas van lullenleer. Ja. Lullenleer. Wat schoon, mooi maar. Mooi heb je die gehaald. Ik heb ook een nieuw vlies nu. En ik heb een gehaald in de vlies. Ja. Maar dan heb je een vlies van Holleder. Van hier de leer van Boot. Ik kan me niet voorstellen dat ze zo'n vlies bij de AC Tion verkopen. Trouwens, dan verkopen ze lederrozen van 100% polyester. Hé, hey, kijk mee, ach, het geeft mee goed. Ach, oh, goed. Kom op man, dat is vief. Dat is vief. En dan ging er mee een bril nodig. Vief. Ik ben pas een beetje kruiser geweest. Dat zal toch wel goed zitten? Bij kruiser. En die is toch gespecialiseerd in brillen voor wie daar. Als je door de andere kant van de winkel kunt zien, dan heb je pas gewoon jongen. Pak, juiste man, de winkel is zo groot, ik kan niet goed met een wagen naar binnen rijden. En moet die spiegels op sterkte te laten maken. Hé hey jongens, maar we zien hier het monopolie, hè? Ik heb gehuurd dat Lisbeth Koenders de toko van het Sefke Seuren heeft gekocht. Dat klopt, ja, die is toch pas getrouwd? Zou die toch gewoonen met haar neef lang? Ik denk trouwens dat er nog wel een paar aanstekers liggen. Ik zou toch eerst even de ramen tegen elkaar openzetten voordat ik het door ging uitpakken. Zo. Misschien lukt ze even nog wel een waterpiepstoon. Dat is niet meer in ieder geval relaxed worden. Yo! Dat zal dan best relaxed worden zien. Maar dat is wel meer dan een eeuw geschiedenis wat er verdwijnt, hè? Jezus. Als ze even in de winkel op slot uit. Sint. Ja, Jan, dat klopt. Maar als geen hoogst boodschappen gedaan, dan moeten we wel voldoende talen kennen, hoor. Shubi, Topshop, Action, Pearl, Irish. Al Engelse namen. Ja, de wereld. En winkels hebben volgens geen oosternaming meer. Nee, zeg, hoe nee. Dat is toch zo, man. Zeg, maar dat is met de eetzaken wel even iets anders, hè. Want wat denkt u dat onze nieuwe bistro bij ons en even anders? Of bij Moren. Of Abellen. Een 5 kilo af te vallen. Oh. Maar ja, met allemaal die eetzaken hier en zo, ze hebben toch nog 90 gewoon. Kun je het gezegd? 9 kilo zei ik, hè? 19 zo bedoelen. Mensschappelijk zitten, ja. Hé, hey, Ramona. Ik heb vanmorgen 800 calorieën verbrand. 800 kilo op een 800 calorieën op een morgen? Hoe doe je dat? Ik krijg je de pizza te lang in de wacht gestaan. En kaaskaart. De toepetjes schelen mij uit. Dat is juist. Dat is juist. Zo moet ik best even bij stilstaan. Slaat 2 beurten over. Tjuh. Hé, hey, maar ik vind het lullig om te zeggen wie, maar een gemiddelde horstenaar is veel slimmer dan vroeger. Hoezo? Huh? Dat snap ik niet. Ik ook niet. Als je alleen maar ziet hoeveel bekende schrijvers er in horst bij de bruine komen, dat zit toch ook wel wat? Ach ja, geeft van een murk over veel wild. Man, ik heb niet vorige week ook nog een boek gekocht bij de bruine. Hé? Hey. Ja, een boek, vrouwen begrijpen. Vrouwen griepen, zult het bedoelen. Ja, dat kan ik wel. Vrouwen griepen, dat is wat anders. Hé, hey, wie, maar welk onderdeel van vrouwen snapt diegene daar? Ja, vrouw Boten, dat zal ik moest zeggen, dat is gedeelte boven de nek hier. Wie?
Hou weg. Het zien het mogelijk in. Als ze weg zien, dat schiet de zon. Nee, jong, maak op mij geen druk. Die klok die tikt niet richtig. Die hadden geen toch pas? Met zut dat die niet richtig tikt. Ja, snap dat ook niet. Ik heb die pas nog gekocht op een opheffingsoerverkoop. Begeer te tellen. Snap je niks van? Ja. Want deze sjoemelde toch ook met de tietvriesdraadje van die plukkers? Ja. Ja, dat klopt. Maar die technicus die met die tietvriesdraadje gesjoemeld heeft in Crime Champ, heeft 100 oor werkstraf gekregen. 100 oor? Maar ik ben benieuwd, hoe lang die oren zullen duren? Hé, hey, maar wat is nou erger? Sjoemelen of voetelen? Huur, wie zit het? Dat is een bierstig interessante vraag. Voor iemand in al voor de zoveelste keer heel bij zoomen heeft gejat. Dat zijn ze nog voor die zien. Beste Van Houten, welkom op die andere straat waar ik een hotel op heb staan. De Schele Prinsessenstraat. Oh, de Prinses Prinsessenstraat. Maar dat is natuurlijk ook niet de eerste beste vrouw die een naam nog heel vernoemd in geval waren. We maken die vrouw zo'n dikke bieren over. Man, wat een gezaak gehaald die. Jongen, jongen, jongen. Ik snap dat ook niet. We maken die vrouw zo'n drukke. Dat er nu de vrouw van Springs is geworden, dat is pas discriminatie. Terwijl het prinsenpak met die miljoes, kijk hem zitten door. Toch eigenlijk wel gemakkelijk voor een vrouw. Hé, hey, wie? Maar wie had jij dan Geerlijke als prinses gezegd? Maar vrouw Boorten, dat maakt me helemaal geen zaak uit. Als ze maar Renke heet, dan hebben we tenminste mee over een stoot met die prinses genoemd. En zie wat van dat gezeid van die vrouwen met die stoten. Dat is rustig. Zeg, vrouw Boten, dan maakt hij wel heel veel kans. Lambertusplein, dat koer ik. En ik zet er gelijk een hotel op en ik noem het Hotel Sint Lambert. En de vertalen met Smotty zeker. Zeg, over slot is gebracht, waar? Wisten jullie dat het iedere zaterdag oven poloenesoven is? Bij de shuffle? Ja, en op vrijdag? Bij de Aldi. Hé, hey, algemeen fonds. Vervang de riolering van de hoes. Betaal 300 euro's, not verdomme. Wat zien ze op de Venrooise weg eigenlijk doen met die grote buus over de weg? Zou je een regulering van Herat zien? Kost die aalden de wereld niet meer dragen? Want ze zeggen, de duvel schiet aal op de grootste noer. Ja, grote niet, zeg, grote huur. Daar zullen ze niet langs. Ook wel een hele riolering krijgen. Doet mij trouwens denken aan die beerleiding die daar bij hertog Jan en Arsen af de weg hupt. Maar wat vroeg ik nu wel af, hoe giet dat beer dan hem? Ik denk Mona, maar hertog Joep. Joep Geurschel, dat zal zien. Ja. Hé, hey, maar dat alcoholbeleid van de gemeente stelt echt nergens op, hè? Stop eens. Ik of ze iedereen aan drinken willen krijgen. Ja, hè? Schandalig. Nee, het spijt me toch niet terug. Wie lust er hier nog in? Oh, doe maar wel lekker. Eigenlijk. Maar, even wat anders, hè. Ik heb je
gehuurd dat er op de Tienerse weg een vleermoesvriendelijke verlichting komt. Nou heb ik anders heel weinig vleermuis over de Tienerse weg zien rijden. Ja, maar ik ken de Hupkoots, dat is naast de boel 6 graven, dat wat zin moet je graven in. Dat is toch ook het nachtdier dit, of nee? Ja, dat is niet normaal. Beetje jammer, hè? Ja. Wie wil er een appel? Oh, lekker. Kom op, als man, dit een appel heet. Bestel eens maar eens een pilsje. Doe een appel. Jan, een appel is gewoon heel gezond. Wat voor boter schijnt er goed is het gaan niet eens gespoord. Nee, we zullen niet bezig. Kom op, hé. Jongen, een appel gezond. Een appel is levensgevaarlijk. Gevaarlijk? Ja, levensgevaarlijk. In een appel zitten vitamine. En van vitamine werden sterk. En als je sterk ziet, dan kun je hard werken. Als je wilt. En als je hard werkt, dan verdien je veel geld. En als je veel geld hebt, dan komen de vrouwen vanzelf. En je weet, van vrouwen krijg je stress. En van stress werden ze ziek, en van ziek zie je dat doen. Kom op, hé, dan heb je weet je wat? Dit is ook maar een pilsje. Ik heb een vet schiet. Hé, hey, Godke! Proficiat, jij zit er niet in. De die vervelende blokfluitvrouw van de hoogste quiz komt hij. Deze plaats verhoed. Maar krijg meer als ik geen spul. Ja? Was in het fan klaar? Wie? Waar? Osman, dat is hartstikke leuk en aardig dat je die vrouw goed hebt. Maar door ben je geen hoogste quiz in mij! Jan, schenk het goed, man! Je kunt vriezen en lekker bij je draaien, trek je een beker in je hart, hup, kom op, man! Wie je vis! Shit! Steun je de meelsen. Wat raar, dat is het enige dorp dat niemand wil. Ik zou zeggen, snor een slaag. Ik. En hoe scoort men de meelsen? In geen 100 jaar. Zeg nou even wat anders, hè. Wat is er toch aan de hand met de gemeenteraadsleden? De ene met een andere de heer Gaaf. Wat zou je ze onder de leden hebben, hè, die raadsleden? Dat wil ik ook niet, Mona. Maar je zult zeggen, regeren is voor zien. Als ze er dan nou ineens achter komen dat ze geen tijd hebben voor de gemeenteraad, dan zien er ook niet de beste regeerders. Nee, man, die maken er nog een beetje verder bij de gemeenteraad. Ik hoop niet dat allemaal niet goed gescheid is, ik heb nog waar geld krijgen. Die giet de gemeente naar verliet en al die profiteurs. Ja, dat zou je helemaal van de pot gerokken zien. Dat ze die mensen die er elke dag aan die loketten stonden te wachten, dat ze die maar waar geld geven. Die hebben dat tenminste moment. Ja, als de gemeente hoort, dan in ieder geval maar 11 overhoud. Anders is het ook goed. Geen een overhoud. Zit toch eens niet zo te zeiken over de gemeente. Die doen toch niks? Algemeen fonds! Ik vul matigheid. Dit giet wat beren. Ik vul het aan uw water. Deze kaart giet mijn leven veranderen. Ach Jan, ligt er in de zeiken, man. We zitten helemaal bewaard. Dat luistert niet. Doe een beetje normaal, man. Kom op, hé. Dat bent toch eens stil, Bie? Wat de jongens doen, broer. Ga maar verder. De nieuwe organisatie heeft geregeld dat de Nieuwjaarsduik, vocht in het nieuwe overdekte 50 meter bad in de Zwitserse bos is. Goed. Ja,
Dat scheelt aan de jas en Horst het voor één griepepidemie per jaar minder. Om dat te vieren kreeg de 100 euro van de bank. Ja. Nou, gefeliciteerd! Belachelijk! Ik heb hem maar naar weg. Mona. Ja? Weet jij wanneer een vrommes met sleuns moet zeggen? Hoe moet ik dat weten? Als ze begint met de zin, minimens, zij. Wat die vervelende nou hebben we? Zo hè, alweer twee gegooid. Ik ben benieuwd of je nu echt van die kanskaart. Eens kijken. Je hebt voor de vierde keer in een omroep opgeleid. Goed door de... Goed naar de volgende omroep en gaat gewoon bier met een praktijk. Wat vind je me tof, hè? Och, zit ik mijn toestel op Pieteren. Maar ik snap het ergens ook wel, hoor. Want Horst, er is alleen maar plaats voor één Pieter Jansen. En als dit nou sleum is, dan solliciteer dit de functie van de directeur bij de Rijnboom. Misschien heeft wel niemand in de gaten dat een andere vertrokken is. En dan kunnen ze mij over die visitekaartjes van de vorige directeur gebruiken. Ja. En de Wendelmix. Terug het terrein doen. Yes. Misschien kan je het team van de Wekkerradio nog versterken. Na 1000 uitzendingen kunnen ze er al wat neemloot gebruiken. Ik denk dat Pieterke dat krek zo goed kan. Zeg, dat Pieterke Jansen, wat dat vind ik toch zo'n leuk kelken. Dat kreeg nog wel zo'n goeie zin, hè? Ja, Igor. Jojo, ADV, Igor, Matjo! Dat is waar, man. We hebben nou in één coureur, hè? En nog wel het Horst. Sterker nog, dan heeft hij Duk Zat aan het dak gezeten. Duk Zat? Of Duk Zat? Ja, dat je. Of wie heb je het aan Luna? Ik heb het over onze eigen Speedy Gonzales. Speedy Gonzales? Wie is dat daar? Onze eigen Jackie Koemans! Oh, maar dat ken ik wel. Die rijden vroeger al pietenhard met zijn merkwagen. Dat is zo'n merkwagen. Maar ik wist niet dat het was gewoon leren racepagana in de merkwagen. En de heren, die hij al jaren onder zijn neus. Hey Kanskaart, Jump XL bestuurt 1 jaar, springt 3 plaatsen vooruit. Hoppa! Je hebt dat bocht in jou. Voorzichtig wie? Hey Mona, jij had het net toch over afvallen, ja. Waarom kan ik niet eens in de week een urke stuiteren bij Jump XL? Lijkt me wel kei relax, ja. Gewoon één keer aanzetten en dan de rest van het oor het allemaal goed laten wandelen. Zal me wel een gebabbel weren. Hey, maar jullie wisten wat? Ja, dat is het. Je hebt toch bij de brandweer gezeten, of nee? Ja. Ja,
ja, dat klopt, ja. Maar dat was vooral, en dat ze door brand bier in het tap heen. Ja, dat geldt voor die eerste brand, wil je dan. Zeg, maar het heeft wel de laatste tijd gefikt in Noors, hè? Op het Willem-Pienerplein, in de Qualitaria, en in het zwembad. Ja, water branden, hè? Nou, dat is ook niet. Zeg, en toch viel het wel mee. Het waren maar allemaal kleine binnenbrandjes, ja. Ach, vrouw Boorten schijnt er goed in brand op de Wevertweg. Te veel in de doing, doe het niet mee. Ja, en de Wevertweg, toch, is het Wietveld. Weg. Ja, dat was wiet te veel, ja. Man, 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 dat brandde er weer in hel. Maar ja, wat wil dat? Die wietplanten worden gecamoufleerd door 800 tekstjes huur. En dat voor iedere pony en een dame her. Hey, nou zou ik aan de Wevertweg glasvezel krijgen, is toch de kans op een brand ook een stuk minder. Die vertelt door elkaar het laatste niks met hoeksignalen nog. Hé, hey, maak je wel een kans, Kert. Oh, je ziet hem alles. Want je hebt de Dreumel-cd gekocht met de verkeerde versie van het jubileumlied. Eén beurt overslaan om de cd te gaan ruilen. Ja, niet doen, hè. Nee. Nee, ruilen die cd van boven. Nee. Want in het klusje staat de gooitekst van het verkeerde jubileumlied. En als je die gaat ruilen, dan heb je de verkeerde tekst van het gooi jubileumlied. Ja, juist, hè. Kijk, ook maar door, Klaas. Ja, dat is goed, doe ik. Ja, morgen maar. Ja, Jan. Hoe heb je dat geregeld met de huisjes voor asielzoekers? Asielzoekers? We hebben overdag nog last zien. We spelen met pupjes in alle kleuren van de regenboog. Alles in orde. Geen zorg. Zeg, maar weten jullie ook dat hij in Horst er meer dan 60 verschillende nationaliteiten wonen? 60? Ja, maar voor boten. Tel je die Lottumse en al die moeten deels nog mij. Lassie man, ze hebben hier in Horst toch net voor niks. De Venloese, weg. De Venroise, weg. De Nijlmerse, weg. De Niertrikse, weg. De Amerikaanse, weg. De Lottumse, weg. De Zerumse, weg. Ook dat we een Arabisch nummer op de cd hebben staan. En weet je hoe het heet? Allah dama. Als het maar geil is, mag alles. Dat vind ik nog eens schandige zaak. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar eigenlijk vind ik ook dat we nou op ons dat hebben gezagen, hè? Ik ben gaan dus zagen. Zullen we even kijken of de prins toes is? Dan kunnen we in een hand geven. Dan kunnen we daarmee over een afleider in het plan houden. Nou, dat weet ik ook meer, want ik heb al de tand in de vuurdeur staan. Ik hoop even let hem hier en zullen hier rijden. Ja, je hart. Vind je dood, vind je mij, zo niet verkeerd. Ja, de vuurdeur. Zeg jongens, maar als we opschieten, dan halen we nog net de volgende bus. De bus? Voor boten hebben we hoorgoed? Misschien krijgen we de leuke chauffeur en de filmpjes met. Jongens, met de pip. Geweldig mooi stuk, ondersteund door hele mooie visuele beelden die allemaal hartstikke goed en synchroon leert. Top! Ik wil jullie hartstikke bedanken en dan gaan we doen.
Nou, nee, ik ga jullie nog niet bedanken. Ja, Jan. Dankjewel. We hebben de vorige jaren hebben we ook een tegelkoers gereikt. Eerst veel kreeg burgemeester Kees Verhooyde. Vorige jaar prinses Marianne gekregen. En dit jaar willen we ook in uitreiken. Jullie hebben het even al in het filmpje gezien of in de fotoreportage. We willen dit jaar weer een tegeltje uitreiken aan de Toen Petjes. Dus ik wil vragen Arnold, ik weet dat je in de zaal zit, wil alsjeblieft jullie naar boven komen. Ik vind dat jullie al bij ons gaan, maar we willen jullie bedanken met een tegenke en wacht, wil ik hem even veel lezen. Zeker. Bedankt voor 18 jaar lang muziek en zang, het optreden van DDG, lage DMW. Boven staat ik direct met een buurtmaats van mijn oren. We hebben ook nou weer een keer bij gepakt. Ik wil jullie nogmaals hartstikke bedanken. Dion, met de tekstschrijver en de technische man van de beelden enzovoort, is er ook mee aangesloten. Super. Prins, God heb je vuur. En dan gaan we ze een schitspoel geven als bedankje. Ik vond het verder ook schoon om te zien dat Pierre van Helden ook een klein stukje tekst geschreven. Ik ben er al enige herkenning van waar. Dus ik hoop dat we er al met dezelfde piets gaan maken. Dat is een tweede van de hand geweest. De Schetspoel en dan nog voor 2 liedjes intermezzo. En we nog een keer een duidelijk applaus voor Schetspoel.